Mijn naam is John. En mijn naam is Kevin. En wij zijn Hannover Textiles. Vanuit onze klantenkring krijgen we vaak de vraag wat nu eigenlijk zeefdruk is, hoe het werkt en waarom je voor deze techniek zou kiezen. Deze video zal u erover meer duidelijkheid gaan geven. Zeefdrukken wordt gebruikt om textiel te voorzien van uw logo of teksten. Welke processen gaan eraan vooraf voordat het textiel kan worden bedrukt? Drukproeven worden gemaakt waarna er via een geproduceerde film een zeef per kleur wordt ingelicht. Vervolgens wordt de carousel ingesteld en de verf op PMS-kleur aangemaakt. Het opleggen, zoals u ziet, blijft handwerk en de carousel gaat draaien. En de verf wordt door middel van rakels door de zeef heen gedrukt. Daarna gaat de kleding door de hittetunnel om te drogen en te hechten. Ook het controleren, het uitpakken en het inpakken van de kleding blijft handwerk en is een niet te onderschatten onderdeel van het proces. Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van het zeefdrukken? Deze ambachtelijke manier van het bedrukken van textiel heeft een charme en is toepasbaar op vele soorten textiel. Zeker voor de grotere aantallen te bedrukken textiel is dit vaak de goedkoopste optie en daarom budgetair zeer aantrekkelijk. Zijn er ook nadelen met de zeefdruktechniek? Let op bij het wassen en het strijken. Bij intensief gebruik kan de opdruk na bepaalde tijd wat gaan vervagen. Je betaalt altijd start- en instelkosten per kleur, waardoor het bij kleinere nabestellingen wat duurder kan worden. Vanwege de planning kunnen nabestellingen ook langer duren. Kortom, gaat u voor uitstraling en kwaliteit en wilt u op de kosten letten bij afname van uw bestelling, dan raden wij u zeker deze techniek aan. Neem zeker eventjes contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken, want wij zijn u graag van dienst. Hannover Textiles. Always fits. Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar.